Hi Gaston. Dag Thomas. Trotse uitbater van de Zwarte Ruiter in Gulpen. Zo anderhalf jaar geleden dat je bent begonnen. Hoe heb je dat ervaren? Als geweldig, als iets heel moois. Dus de samenwerking met Gulpener is geweldig. En het is elke dag is iets nieuws. Had je al ervaring met de Gulpener bierbrouwerij? Was het helemaal nieuw? Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. En wat was er nou echt anders aan dan? Dat ze heel erg persoonlijk zijn, heel erg samen met je leven en je helpen en dingen heel goed uitleggen. Oké, en de bieren, wat vind je daar nou van? Ja, Château Neuburg, hè? Dat is hem? De top of the bill. Ik heb gehoord dat je ook iets doet met bieren en gastronomie. Gastronomie, ja, bier en gastronomie. Ik heb op mijn kaart een stoofpotje kloosterbier staan en daar wordt in verwerkt het kloosterbier. Oké. Okay. Het Gerardus dubbel. Geen wijn dus? Geen wijn, maar bier. Het Gerardus dubbel. Oké. Okay. Met Wittem. Goed toch? Nou, dankjewel. Wat vind je? We zitten nu in Hotel Gulpen. Dat is ook weer een nieuw initiatief. Vind je het leuk? Heel leuk. Heel mooi. Heel mooi verbouwd. Heel enthousiast en geweldig. Ook weer een aanwezig Gulpen, hè? Ja. Oké, okay. Dankjewel. Hey. Is dat zo'n kamer?